Hey daar mensen, ik ben Tess. Ik ben al eventjes thuis, ik heb net geluncht. Het was zo druk op werk. Ik heb ook overgewerkt. Ik moest maar het kwart over en het was 37 toen ik ging uitklokken. Dus ja, dubbel betaald betekent dat een uur betaald. Dus ja, prima. Nee, het is nu bijna 1:30. Dus ik ga me echt nu douchen en klaarmaken. Anders weet ik het niet. Maar het komt goed. Komt gewoon goed. Wat ik snel met jullie wil doen is de adventkalender de laatste keer. Oh, ik ga missen. Morgen denk ik, ja, we gaan naar de adventkalender. Nee, toch niet. Denk ik. Oh ja, ik ben cool. Zo, we gaan hem ook eventjes ruiken. Een heel zoetige geur in de prullenmand. Het is voorbij. Alle 24 vakjes zijn geopend. Oeh, ik ben gedoucht. Oh, dat was nodig. Het haar vooral. Dat is een drama. Nu is het weer lekker fris. En het ruikt lekker. Maar goed. Ik ga me nu klaarmaken. Het is 2 uur. 2 uurtjes te gaan. Komt goed. Ik kan echt lekker chill rustig aan doen. Dan heb ik nog wel wat tijd. Besef trouwens, jongens, dat als ik echt vlogmas zou doen, zoals het hoort, dat het vandaag de laatste vlog zou zijn. Maar ik ga door tot 1 januari. Nou ja, 1 januari, je snapt het, de overgang van het jaar wil ik wel op beeld hebben. Dat vind ik wel fijn. Ik ga trouwens nu, alvast de beelden die ik al heb, ga ik al inladen ook. Proberen editen al, dat dat al klaar staat en dat ik eigenlijk... vannacht of morgen. Enkel nog de beelden die ik erbij maak straks, dat ik die nog moet editen. Het is zo glowy. Ik heb een lekker masker erop gehad. Zeg maar zo setjes met 3 maskers van Garnier volgens mij. En je hebt die ook apart in tubes, de rode. Er zat ook een klein scrubkorreltje in, die ik ook lichtjes een beetje heb toegepast. En ook daarvoor ook met een goede reinigingsgel. En daarna ook nog even met een Clinique reinigingsgel. Nice! Tip van de dag voor te grote schoenen. Stop er schuursponsjes in. Yo. En klaar. Outfit of the day. Eindelijk wil ik hem aandoen. Ik wil je helemaal dronken gaan opbellen, schat, en je zeggen dat je nieuwe vriend de flikker is. Jongen, kom eens aan, pak je handen kunnen opnemen. Een hele goede avond allemaal, ik ben thuis. Ja, het was een heel fijne avond. Ik heb echt genoten. Nou ja, genoten, het was gewoon gezellig. Nu zijn we weer thuis. Het is nog geen eens 12 uur. Het is 11:15. Nee, ik ga nu de vlog afsluiten natuurlijk. Sorry dat ik niet zoveel gefilmd heb bij mijn tante, maar
Ik vind het ook altijd moeilijk, zeker in het begin als je daar bent, om meteen met die camera boven te komen. En pas bij het hoofdgerecht heb ik mijn camera gepakt, omdat iedereen dan al wat losser is. En toen dan gaan mensen verspreiden en dan kan je wel makkelijker een beeld maken. Maar bij het begin vind ik dat altijd zo moeilijk, ook omdat je zit toch in iemands huis, weet je. En dat, ja, privacy. Ik zelf geef graag alles open en bloot een beetje, soms iets te veel van het goede. Maar dat betekent niet dat andere mensen dat willen, dus ik hoop dat jullie dat een beetje snappen. En ja. Oké, dit was de vlog. Bedankt voor het kijken en tot morgen, want ik ga nog door. Ik stop niet op 24 december. Ook 25 december, een nieuwe vlog. Dus tot morgen.